أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد <applause> بس برودرس sisters, ويلكم باي ديت فيد كوليجي أم Even een kleine terugblik. We hebben het vorige over zichzelf had uitgeroepen tot ghalifa uh, tot in el-Andalus. Uh, zijn zoon, al-Hakam ibn abd rahman de materiële beschaving in el-Andalus, hoe ver die gekomen was. En we hebben gesproken over dat ja, pijnlijke einde eigenlijk van al-Gilaf al umawiyya Namelijk toen al-Hakam zijn zoon van 11 jaar aanstelde, waardoor iemand anders de kans zag om de macht over te nemen, namelijk uh, Mohammed ibn Abi Amir al-Hajib al-Mansur. Die dus eigenlijk... ...onder de vlag van de Umayyad zijn eigen staat heeft kunnen stichten. Eh, namelijk het al Dawla al-Amiriyah. Tayyip, Al-Mansur of al-Hajib al-Mansur is komen te overlijden. Zijn zoon heeft het toen eh, overgenomen. Die is na een jaar of zeven komen te overlijden. En toen heeft een andere zoon van hem het roer overgenomen. Daar zijn we eigenlijk een beetje geëindigd. En dat was Abdurrahman ibn al-Mansur. Nou... Dat was een slechte leider, niet zoals zijn vader en zijn broer. Het was een dronken lab, het was iemand die zich schuldig maakte aan allerlei zonden en dergelijke. En bovendien maakte hij de domme fout door naar de kalifa te gaan en van hem te vragen of hij de kroonprins mocht worden. Dus of hij de echte kalifa kon worden na Hisham al-Mu'ayyad Billah. Wat deed zijn vader en zijn broer, die waren slimmer, die hadden de macht gegrepen achter het gordijn. Dus de Khalifa was nog steeds een Umawi en zij grepen de macht achter het gordijn. Maar deze ja, uh, uh, domme vent zou je eigenlijk kunnen zeggen: die vraagt gewoon aan de Khalifa: maak mij de kroonprins. Nou, dit was reden voor de mensen in het Andalus om Hisham, dus de Khalifa, de, 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 de Umayyaden-Khalifa, uh, om hem af te zetten. En zij zetten hem af, want ja, hij was eigenlijk niet meer dan een speeltje in de handen van de Amir'ien, van, van de zonen van Beno Amir. Zij gebruikten hem als een soort frontman en zij regeerden het land zelf van achter de scherm. Nou, wat hebben de mensen gedaan? In plaats van Hisham, die was inmiddels al niet meer 11 jaar natuurlijk, die was al in de 30, haalden zij een andere man naar voren, een andere kleinzoon van Abdurrahman en Nasser. En zij plaatsten hem op de troon in Kortoba. En deze man die heette Al-Mahdi. En El Mehdi, dat was ook geen verstandelijke, uh, uh, politiek bekwame leider. Wat hij deed is: hij zette zijn zinnen op de voorgaande leiders, op Abdurrahman ibn al-Mansur. Hij maakte hem een kopje kleiner. Hij ging eigenlijk iedereen met wie die ruzie zou kunnen maken, heeft die ruzie gemaakt. Hij, jaag, hij joeg heel veel mensen tegen zich in het harnas. En uh, met, het, met de dood van de laatste. Amiri-leider, dus de laatste zoon van Mohammed ibn Abi Amir, kwam er een einde aan het Dol al amiri Maar wat begon er? Een fitna, een periode van een jaar of 20, 25, die bekend is komen te staan als een al fitna. Nou, het woord zegt het al: uh, vanaf de dood, dus van die laatste Amiri-leider, uh, bestijgen allerlei mensen de troon in Qurtuba... Dus jaren van fitne breken aan, de een zou de ander een kop kleiner maken, de ene groep gunde het licht niet in de ogen van de andere groep. En de sterke staat die was opgebouwd door Abdurrahman al-Nasi en overgenomen was door zijn zoon al-Hakam ibn Abdurrahman en was uitgebouwd door al-Hajib al-Mansur, die sterke staat die viel als een kapotte ketting uit elkaar. Dus in Qurtuba, even terug, wie zetelt daar nu? Al-Mahdi. Is ook een umawi, een kleinzoon van Abdurrahman en Nas. Hij zetelt daar en zoals ik net al zei, hij begint olie op het vuur te gooien, allerlei mensen begint hij uh, ruzie mee te maken en uh, 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 op te jagen en dergelijke. En hij opent de jacht op de Banu Amir. Dat, dat zijn dus de volgelingen van Mohammed ibn Abi Amir, zijn kinderen, kleinkinderen en dergelijke. Hij opent de jacht op hen en hij doodt ze. En wat hij ook doet, is hij vernietigt Medine te Zahira... We weten, de yani, uh, Hajjib al-Mansoek bouwde al Zahira, een soort kopie van het Zahara, maar dan uh, op zijn konto. En deze man sloopte deze stad, hij liet geen enkele steen op elkaar, uit een soort van wrok en, en haat richting die Ben -Amir. En die Ben -Amir, die is natuurlijk niet stil gaan zitten. Wat hebben zij gedaan? Zij zijn op zoek gegaan naar een andere Oemewi die ze naar voren konden schuif, schuiven als leider, zodat zij weer de leiders konden worden achter de schermen. Nou, ze kwamen met iemand op de proppen genaamd Suleiman ibn al-Hakim. Deze naam hoef je wat mij betreft niet te, te uh, onthouden, maar we werken ergens naartoe, dus uh, deze route is even noodzakelijk. Suleiman ibn al-Hakim, ook weer een andere kleinzoon van Abdurrahman al-Nasr. nu ontstaat er dus een machtsstrijd in Qutubah tussen deze twee umawiyyiën. Eigenlijk achterneven, want hun opa is wie? Abdurrahman al nas Er ontstaat een, uh, een machtsstrijd. En ik ga jullie de details van die jaren van fitna ga ik jullie besparen. Want als we dat gaan doen, dan komen er heel veel namen, heel veel gebeurtenissen, heel veel slagen en degelijk na naar voren. En dat is denk ik niet heel relevant in deze fase. Dus ik ga jullie dat besparen. Maar wat wel relevant is om te weten, is dat de moslims zich vanaf nu schuldig gaan maken aan overtredingen die tot dan toe nog niet werden uh, uh, gedaan in El Andalus en die ook hebben geleid tot het uiteenvallen van het land en tot ja, een niveau van van vernedering eigenlijk voor de moslims. Want die Suleiman ibn al Hakem die nu naar voren is geschoven als een als een als een als een galife, die moet eerst de macht zien weg te grijpen bij wie? Bij el mahdi want die zit nu op de troon in Córdoba. Nou en om dat te doen Doet hij iets wat geen enkele Umayyit tot dan toe heeft gedaan? Wat doet hij? Hij gaat hulp vragen bij de kruisvaarders in het noorden. Hij gaat naar Castilië. Castilië in het Arabisch zeg je Castille. En Castille is een nieuw koninkrijk dat is ontstaan uit het koninkrijk van Lyon. Lyon is gesplitst in twee delen. En het oostelijke deel van Lyon is Castilië geworden. En Castilië is uiteindelijk ook het Koninkrijk wat Spanje zou gaan worden een aantal eeuwen later. El Moheim, deze Suleiman Ibn Hakem gaat hulp vragen bij de koning van Castilië. Waarom doet hij dat om zijn familielid te bestrijden? En die opper, in Castilië, de koning, die kon je natuurlijk geen beter cadeau geven. Want A de mogelijkheid om een Andalus te verzwakken door de moslims onderling te laten vechten, die doet zich nu voor. En b, een mogelijkheid om geheel legitiem een militaire basis te creëren in het land van jouw vijand. Ja, dit is wat er bijvoorbeeld ook gebeurde tijdens de Eerste Golfoorlog, toen Saudi-Arabië hulp vroeg aan Amerika. Wat deed Amerika? Zij stationeerden daar hun troepen. En die zijn daar tot de dag van vandaag. Als ik het me niet vergis, zijn dat er iets van 150.000 Amerikaanse soldaten. die zich dus bevinden op het uh, Arabisch Schiereiland. Dat is eigenlijk exact wat er gebeurde in El Endelus. Je geeft als het ware een deel van je soevereiniteit weg aan een vijandelijke, vijandelijke staat. Dus Suleiman, met rugdekking van Kishtala. trekt hij ten strijde tegen El Mahdi. en hij stoot hem van de troon. En wat doet die El Mahdi? Die neemt geen genoegen met zijn verlies. Die gaat op zijn beurt naar een andere kruisvader. Naar de koning van Barcelona. Uh, Barcelona ja. En hij gaat naar hem toe, want hij wil die troon in Kortoba terugveroveren. Dit is el fitna. Zoals dus je el fitna hoort, dit is el fitna. Ja, en die donkere dagen waarin niks geschuurd wordt om de macht uh, uh, te grijpen. En zie hier tot welk niveau de Omeweïen, want dit, we hebben het over Benny Omeya. Dit, zijn dezelfde, dit is hetzelfde ge, nageslacht als degene die dat grote rijk van Benno Omeya ooit hebben gecreëerd. Zie hier tot wat voor niveau zij zijn gezakt. En zet dit af tegen die andere Omaweeën, tegen Abdurrahman el en Abdurrahman Nasr nasir en el Hakem die de kruisvaders kwamen de grond onder hun voeten, letterlijk de grond onder hun voeten kussen. En nu hebben we het over mensen die hulp bieden bij de kruisvaders in het noorden. En natuurlijk grijpen die kruisvaders deze mogelijkheden aan om hun voorwaarden te stellen. Zij gaan natuurlijk niet zomaar hulp leveren. Zij leveren hulp, maar zij stellen voorwaarden waar zij zelf beter van worden. Dus die koning van Barcelona, om uh, El mahdi te gaan helpen, vraagt hij ten eerste een kapitaal aan goudstukken. Hoeveel voor elke dag dat hij strijdt? Niet een vastgestelde aantal, nee, elke dag dat ik moet strijden voor jou, wil ik, ik ben even het exacte aantal vergeten, maar wil ik zoveel goudstuk. En hij vraagt, en dit is eigenlijk nog veel erger dan al die goudstukken. Hij vraagt de overhandiging van een stad in het noorden, de stad Salim. En Salim is nog niet te sprake geweest, eigenlijk in onze uh, collegiereeks maar dat was een noordelijke stad, een frontierstad, een garnizoenstad, waar. Uh, uh, de, de, de islamitische legers vandaan vertrokken om de kruisvaders in het noorden te bestrijden. En dat front, dus zo'n essentieel onderdeel van jouw uh, defensie in het land, die wordt nu op een gouden schaal uh, aangeboden aan de vijand. En het eerste wat de vijanden doen in Salem is de moskee omtoveren tot een kerk en de kerkklokken daarin laten luiden. En ja, wat een. Ongelooflijke, stupide actie was het natuurlijk van deze moslims om deze strategische stad zomaar weg te geven. En waarvoor? Waarvoor is het weggegeven? Om nog een aantal jaartjes extra te mogen zitten op je troon uh, van een land dat uiteindelijk sowieso al uit elkaar gescheurd is. We hebben het hier niet over een of andere machtig koninkrijk. Dit is een verkwanseld uh, versplinterd land. En daarvan wil je nog een aantal jaren langer op jouw troon uh, blijven zitten. En dit hoeft ook niet te verbazen. Dit soort zaken hoeven niet te verbazen, want wij hebben dit gedurende de geschiedenis altijd gezien. Heersers die uh, het welzijn van de umma ondergeschikt maken aan hun positie. Oké? Okay? De umma mag doodvallen, mag letterlijk ten prooi vallen aan de klauwen van welke vijand dan ook, als ik maar koning of president kan blijven. Kijk wat er bijvoorbeeld gebeurt in Palestina: hele gebieden worden weggegeven en worden cadeau gedaan in allerlei verdragen aan de zionisten. Gebieden waarvan zelfs de koufar zeggen dat zij behoren tot de moslims. Kun je je voorstellen, als je de VN-resoluties erop naleest, dan zijn dat gewoon gebieden die volgens de standaarden van de koufar de moslims toebehoren. Maar de moslims hebben ze weggedaan als cadeau aan de vijand. Uh, uh, waarom? Zodat een Jezir uh, Arafat of Mahmoud Abbas of wat dan ook daar de macht, aan de macht kan blijven. Taji, okay. El Mahdi krijgt dus hulp van die koning van Barcelona, stoot Suleiman weer van de troon. Zo gaat dat dus in tijden van Fitna. Dus die Suleiman klopt weer aanvaar bij Christelle. En hij gaat naar hem toe: Wil je me alsjeblieft weer helpen om de troon terug te veroveren in Kortoba? In, uh, in en kijk hoe die kruisvaders, en dat moet je ze meegeven, ze zijn wat dit betreft heel slim. Kijk hoe ze de moslims tegen elkaar uitspelen. Hij geeft niet direct een ja. Hij zegt tegen hem: ik ga nadenken over jouw voorstel. Wat doet die koning van Christelle? Hij gaat naar Al-Mehdi, die dus op de troon zit in Kortovo. En hij zegt tegen hem: wat geef je mij om Suleiman niet te helpen tegen jou? Dus je kan kiezen: of ik ga hem helpen, of jij biedt mij een aanbod waardoor ik hem uh, 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 niet gaan helpen. En wat doen die domoren in Kortoba? Die beloven hem dan 200 forten te geven in het noorden van de Endelus. 200 forten. En weet je wat dat betekent in militaire termen? Dat betekent dat Kistela nu haar land significant kan gaan uitbreiden. En dat ze op het grensgebied met de moslims 200 nieuwe forten bezitten, waar vandaan ze oorlog gaan voeren tegen. De moslims. En dat gaan ze ook doen. Want daar vandaan, jaren later, van daaruit zal de oorlog gaan beginnen die bedoeld was om El Endelus ter uh, terug te veroveren. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: het zaadje voor de val van een Endelus is hier gelegd. Wie geeft zomaar 200 fokten weg? Dat betekent, dat kunnen we straks ook een beetje zien op de kaarten. Dat betekent dat je jouw land, dus de vijand, waarvan je weet die erop om mij hier te, te vernietigen. Die geeft je in één keer uh, uh, de mogelijkheid om zijn land zodanig uit te breiden. en zijn aanwezigheid op dat schiereiland zodanig te laten gelden. Een klein beetje verstand zou je ertoe moeten aanzetten. om dit never nooit te doen, al zou je welke troon dan ook op aarde. daardoor verliezen. En zo ging de fitne nog een tijdje door. Op een gegeven moment dachten uh, uh, de Berbers. Die waren er ook nog. Dit gaat dus om strijd tussen Oumoui maar er was ook een significante groep van Berbex. Die dacht op een gegeven moment, waarom moet er altijd een Oumoui aan de macht? Laten we zelf een gooi doen naar de Gileve. Dus zij grepen de macht. Een tijdje waren zij ook even de Gileve. Um, op een gegeven moment staan er een aantal geleerden op. Mensen van verstand, mensen die dit niet kunnen aanzien. Mensen die zich gewoon gepijnigd voelen om dit soort vernederingen te moeten meemaken. Elke dag op het nieuws te moeten lezen of te moeten horen. Uh, moslimgebied in handen gevallen van kruisvaders, stad ingenomen door kruisvaders. Er zijn van die mensen die dan uh, hun harten gaan dan in beweging raken. Nou, er waren een aantal van dat soort hooggeplaatste figuren en die besluiten, weet je wat, het is afgelopen met het tijdperk van el-Gilefa van Benny Omeyi. Er zijn gewoonweg geen geschikte kandidaten meer in el-Endelus. Dus wat doen ze? Ze ontbinden die, dat hele galifaat en zij uh, vormen een raad van shura. Een soort consultatieraad die dan in deze roerige tijd het land moeten gaan besturen. Maar wat was er te besturen? Dat land, uh, uh, daar was eigenlijk niks meer van over. De raad van Shora, die bestuurde eigenlijk alleen nog maar Kortoba en eventueel een aantal dorpjes daaromheen. De rest van El Endelus viel onder gezag van allerlei plaatselijke leiders. Elk deel werd bestuurd door een aparte etnische groep. Dus die, delen, die, zeg maar, die uh, afzonderlijke delen die, uh, onderscheiden zich op basis ook van etniciteit. Dat groepje dat zijn Berbers, die hebben daar een aantal steden. Uh, dat zijn Arabieren, die hebben daar een aantal, een aantal steden en degelijk. En uh, El andalus staat nu aan de vooravond ja, van een nieuw tijdperk. Namelijk het tijdperk van de koningen van verdeeldheid, oftewel Moloek al-Tawa'if. Een zeer pijnlijke episode. uit de uh, geschiedenis van de Andalus. waarin de moslims afglijden. Uh, naar een niveau van interne ruzies en oorlogen. en elkaar bestreden omwille wat, van wat extra grondgebied en dergelijke. En het was een episode van vernedering. Je komt heel veel gebeurtenissen tegen die gewoon niet anders uit te leggen zijn. dan dat ze regelrechte vernederingen zijn. Uh, kwam bijvoorbeeld onder. Abdurrahman Rahman al Nasr en de heer en al Hajib al Mansur kwam onder hun tijd de jizya nog vanuit het noorden naar de schatkist in Córdoba, zeg maar het de belastingcentrum. nu ging het vanuit de emiraties van de moslims vanuit die taawif vanuit dat verdeelde Endelus, ging het geld van de moslims naar de schatkisten van Castilië en Aragon en andere christelijke staatjes de moslims betaalden nu dus de jizia. zij betaalden de belasting aan de kruisvaders en het volk moest dit ophoesten. Het volk werd belast met peperdure belastingen. zodat de jaarlijkse Gizia aan, nou noemen eens een naam: Alfonso en dergelijke. en zijn soortgenoten kon worden betaald. Werden de zwaarden in de tijd van die Goulaver nog getrokken tegen die kruisvaders? Nu werden ze getrokken. ...tegen de naburige moslimstaatjes om elkaar te bestrijden met hulp van de kruisvaders. En elkaar bestrijden betekende soms daadwerkelijk dat je je eigen broer... ...of je eigen vader of je eigen zoon moest gaan bestrijden. Werden de grote bijnamen van de voorgaande gulafah... ...Abdurrahman al-Nasir al-Dinillah, al-Hakam al-Mustansir billah... ...en zelfs al-Hajib al-Mansur. Die bijnamen werden die nog gedragen door de grote gulafah en werden die verdiend... Dat waren niet zomaar namen die je kreeg. Die kreeg je als je iets had gedaan. Werden die verdiend door deze gulefa vanwege hun grote daden. Uh, nu had elke koning van zo'n emiraatje een joekel van een bijnaam. Terwijl die eigenlijk helemaal niks voor gedaan heeft. En terwijl die hem eigenlijk ook helemaal niet heeft verdiend. En het, het, het beste zeg maar, omschrijving hiervan is wat die Andalusische dichter heeft gezegd. Ibn Ammar. Uh, al kabu hij zegt: Zij hebben van die namen. En het is niet passend voor zo'n koninkrijk om zo'n grote naam te hebben. Het is net als een kat, zegt hij, die zich voordoet als een tijger. Een kat blaast uh, het, uh, lucht in zijn longen en doet alsof hij een tijger is. Maar het blijft een kat. En dit is dus eigenlijk de realiteit met die moloek Tawaf. Het, het eens zo machtige Endelus, waar we dus. Vorige keer over hebben gesproken, over die Gouden Eeuw. Da, 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 en daar was nu inmiddels maar 25% of 75% van over, inmiddels was 25% al in handen van de kruisvaarders. Dat machtige Endelus viel uiteen in meer dan, en nu komt hij, 22 afzonderlijke emiraatjes. Kun je, je voorstellen, we hebben het over een gebied, het, 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 het Iberische Schiereiland, het Spanje en Portugal van vandaag. Nou, reken daar 25% van af. Dat is al in handen van de kruisvaders. En die overige 75% is onderverdeeld in 22 afzonderlijke emiraatjes. En elk emiraatje werd geregeerd door iemand die zich Emir al-Mu'mini noemt. Dus we kijken naar de, de schaamteloosheid ook. Hè? Hij regeert een dorp, een stad, een aantal weilanden misschien bij elkaar. En hij roept zichzelf uit tot. Kijk naar de titels die ze zichzelf geeft. Een van de mensen zei: op één dag reizen in El Endelus kwam je drie Omara al-Mu'minin tegen. Kun je, je voorstellen, een dag reizen in die tijd, dan leg je ongeveer 100 kilometer af. Je legt 100 kilometer af in El Endelus en je komt al drie Ghulafa tegen. Drie Omara al-Mu'minin. Dit was de situatie in El Endelus op dit moment. Vergelijk dit eens met Al-Khilafa al-Umawiyah. Dan heb ik het over de centrale gilaaf al-Ummawiyah uit Damascus. Of de al abbasiyah uit uh, Bagdad. Al zou je de halve wereld afreizen en maanden onderweg zijn, dan nog bleef je in het territorium van emir al Zo Zoals een van de gulafei zei, van Banu Abbas, ik geloof dat het al-Ma'mun was. Hij zei, hij keek naar de hemel en hij zei, o hemel, zend jouw regen waar je ook wil, de inkomsten van, de, van die landbouwgrond zal toch wel aankomen in Bagdad. Met andere woorden, ik regeer de hele wereld. En zelfs gebieden die ik niet regeer, zijn schatplichtig aan mij. Dus waar die regen ook neervalt, wat er gaat groeien van die regen, daarvan zal de belasting toch wel bij mij terechtkomen. Vergelijk dit eens met dat. 22 Emiraties dus. En elk Emiratje beschikte over uh, nationale instituties, een leger, een eigen vlag. Ik weet niet of ze toen al volkslieden hadden, maar dan zouden ze zeker een volkslied hebben genomen, eigen ambassadeurs. En elk emiraatje claimde territoriale soevereiniteit. Dus, dit is mijn land, daar mag je niet overheen komen, anders ben je, heb je een misdaad begaan en dergelijke. En elke emir waande zich een grote koning, terwijl hij in feite niet meer was dan een collectant van Jizya voor de kruisvaders in het Noord. Dat was eigenlijk een correctere taakomschrijving van die Omara. En hadden ze maar genoegen genomen. Met hun emiraatje. Hadden ze maar genoegen genomen. De grenzen van die emiraatjes veranderden voortdurend. omdat ze met elkaar voortdurend waren verwikkeld in oorlog. Het meest frappante is. en dat is echt. Uh, uh, ja, frappant om te, om te horen en te lezen. is dat zij land weggaven aan de kruisvaarders. in ruil voor, voor hulp om land te veroveren op zijn broeder. Kun je je voorstellen? Dus je gaat een deal aan. met Alfonso. welke. Kruisvader dan ook. De deal is: ik geef jou een stuk land. In ruil daarvoor help mij om het stuk land van mijn broeder, die toevallig een paar dorpen verderop woont, van hem af te pakken. Dit is het niveau waartoe zij uh, 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 zakten. En dit is ook het niveau van de blindheid van het volk. Oké? Okay? Al maken die koningen zelf de, de politieke uh, besluiten, maar het volk speelt daarin ook zeker een rol. Want dat zij. Uh, uh, elkaar in de haren vliegen, die koning en dergelijke, dat is tot daar aan toe. Maar hoe erg is het gesteld met de volk die dit dan gewoon toelaat en niet in opstand komt? Hoe erg is het bijvoorbeeld gesteld met soldaten, die ook gewoon tot de bevolking behoren, dat zijn ook gewoon mensen die uh, wonen in dat land. Hoe erg is het gesteld als zij zich laten gebeur, uh, gebruiken om hun mede-moslims te bestrijden? Waarom? Omdat ze toevallig een aantal dorpen verderop uh, wonen. Niet omdat ze een ander geloof hebben, niet omdat ze uh, afvallig zijn geworden, nee, omdat ze een aantal dorpen verderop. Wonen en lijnen hebben aangelegd in dat land. Dit was de toestand van al-Andalus vanaf ongeveer 1030, een uh, beetje tegen het einde van al-Gilafah al-Ummawiyah. Voordat we verder gaan op deze episode, laten we even kijken naar enkele oorzaken van verval. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat zijn de oorzaken? Ten eerste... Jullie weten inmiddels voor de Andalus een steeds terugkerende zaak, namelijk rijkdom en buitensporige uitgave. Rijkdom. In overvloed, wilde luxueuze levens. Uh, uh, geen tekorten nergens aan. En dit begint eigenlijk al in de tijd van de al en Nasser. We hebben vorige keer gesproken over hem als grote chalife. Als, 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 als uh, de. de Degene die de eenheid terugbracht in de Endelus. En die vriendschapsverzoeken kreeg van alle koningen uit Europa. Maar laten we niet vergeten dat dit eerste punt eigenlijk al in zijn tijd is begonnen. Want vergeet niet dat hij degene was die Zahara. Met die net als Zahara had gebouwd. En met die net als Zahara had daken van goud en zilver. Van puur goud en zilver. Niet bewerkt met goud en zilver. Puur massief goud en zilver. En... Vorige keer hebben we gesproken over de Zahra, toen we het hadden over de materiële beschaving. En we hebben enigszins met trots gesproken over Zahra en wat de moslims tot stand hebben gebracht. Maar feit blijft dat dit soort buitensporige uitgaven leiden tot de vernietiging. Iedereen die Zahra zag, die, die droomde natuurlijk van zo'n paleis. Uh, 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 en macht is al verleidelijk. En wat te denken als je jezelf. Zo'n paleis als het Zahara kan toe-eigenen. wanneer je de macht hebt. Dus toen de mogelijkheid zich voordeed. deed iedereen een greep naar de macht. Wie wil er nou niet onder een goud plafond slapen. en bediend worden door de mooiste concubines. van Europa? Te veel luxe leidt ertoe. dat de harten zich gaan. hechten aan bezittingen. en dat is wat er gebeurde in het Endelus. Kijk, als je de smaak van luxe. hebt geproefd, dan wil je. Alles voor doen om dat te behouden. Zelfs de dood is dan uh, een, een, een legitiem middel. En dat zie je dus bij die Omarra, die elke keer met elkaar in de klins gaan liggen. Waarvoor? Om die luxe leven te kunnen uh, leiden. Tweede oorzaak van verval is dat de verantwoordelijkheden worden overgedragen aan degenen die niet geschikt zijn. Ongeschikte mensen krijgen grote verantwoordelijkheden. Mensen die achter het stuur van een Endelus geplaatst worden terwijl ze niet kunnen rijden. Oké, okay, kijk naar nou wat al is deze geweldige kalifa, dat zeggen we erbij, die aashik al kort op was, die zoveel geïnvesteerd heeft in kennis en kunde. Maar kijk wat hij gedaan heeft: hij heeft zijn zoon van 11 jaar aangesteld. En je kan natuurlijk van tevoren incalculeren dat zoiets ellende met zich mee gaat brengen. Een 11-jarige kan geen land regeren, sterker nog, een 11-jarige kan eerst een auto besturen. ...en al helemaal geen land zoals andalus die omringd is door vijanden. En de profeet sallallahu ...die heeft ons ook gewaarschuwd tegen het overdragen van verantwoordelijkheden... ...aan degenen die niet geschikt zijn. Hij zei... Ahli van ...als jullie verantwoordelijkheden... ...als die worden overgedragen aan mensen die niet geschikt zijn... ...en niet belast mogen worden daarmee... ...verwacht dan het uur. En een andere reden... Is de verzwakking van islamitische principes. Wanneer men het niet meer zo nauw neemt met de regels van Allah. Bijvoorbeeld de regels met betrekking tot bloedvergieten. Wanneer dat verdwijnt, die, die angst voor Allah. Die angst om een zonde te begaan, om iemand onterecht te doden. Wanneer die principes niet meer hoog in het vaandel gehouden worden. Ja dan kan dit soort ellende uh, gaan ontstaan. En dan leidt dat ook altijd tot ellende en verval. En een andere hele belangrijke is de verzwakking van... Het belangrijke islamitische principe van al-wala en al bara Al-wala, liefde en loyaliteit omwille van Allah. En al bara afkeer en uh, yani, uh, vijandschap ten opzichte van de shirk en de aanhangers van de shirk. <coughs> Kijk hoe de moslims keer op keer bijvoorbeeld een uh, beroep doen op die kruisvaders in het noorden. Hulp zochten bij hen. En waarom deden ze dat? Om hun mede-moslims te bestrijden. Dus, al-isti'ana bil-mushriki'in, ala al-muslimi. Een van de tien grote zonden die je uit de religie doet treden. Je zoekt hulp bij de koufar niet tegen een andere koufar, nee, tegen je eigen moslimbroeders. En het ergste is de reden waarvoor? Om een dorpje of twee op hem te veroveren. Dus de reden is eigenlijk ook niet futiel. We hebben gezien hoe dat hulp zoeken bij de koufar, al isti'ana bin de hoe dat heeft uitgepakt voor de moslims in El Andalus. De kruisvaarders die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. Wanneer zij die hulp geven, stellen ze eisen. Dan willen ze iets daarvoor terug. En datgene wat zij daarvoor terugkrijgen, dat doet de moslims de das om. Dus de overname bijvoorbeeld van strategische steden. Dat is wat die musulmanen vroegen. Die kruisvaders. Oké, okay, wil je dat ik je help tegen je eigen broer notabene. Prima, geef me die stad, geef me dat fort, geef me die gebieden en dergelijke. En um, gebieden en forten en dergelijke die ze uiteindelijk ook gebruikten om tegen diezelfde moslims te strijden. Die zij een aantal weken of maanden geleden nog hebben geholpen. Het principe van al-wala en al-bara en het verbod op allianties afsluiten met al tegen de moslims. Dat is een van de duidelijkste ahkam. In de islam. Een van de duidelijkste regels in de islam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt daarover in de koran. Ja, ijuhal Amenu. amanu. La tattakhidhu al yahooda wal nasara awliya. Neem de joden en de christen niet tot jullie awliya. Tot die uh, verwanten. Die waar liefde tussen ontstaat. En hulp en loyaliteit. En internationale verdragen en dergelijke. Neem hen niet op die manier. hum awliya oba. Zij zijn elkaar verwant. Oké. Okay? Wa man yatawallahum minkum. فإنه منهم. أن تفعلوا ذلك، أنت تأتي بهم. وكما قال الأخوة: أنت تأتي بهم في الحكم الذي يحكمونهم، namely الحكم الله سبحانه وتعالى لا لا يا أيها الذين آمنوا، تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Neem my uh, عدوي وعدوكم أولياء. تلقون uh, إليهم بالمودة. Jullie geven jullie liefde aan hen, jullie vertrouwen hen. Jullie denken dat ze het beste met jullie voor hebben, omdat ze volk, hè, euh, zich behulpzaam opstellen en dergelijke. En jullie kennen die verborgen agenda's van hen niet. Tool Ghuna Elayim bil mewed Terwijl zij ongelovigen zijn. En jullie geven hen die liefde en die loyaliteit en dergelijke. Dus dit, dit, dit zijn يعني, uh, uh, regels in islam waarover geen onduidelijkheid bestaat. En deze Oemara in Endelus hebben deze regels yani, uh, uh, falikant geschonden. En de vierde reden is de afwezigheid van een Gileffe, de verdwijning van een gilef Wanneer er geen Gileffe is, kun je ervan uitgaan dat je verdeeldheid gaat krijgen. Als de moslims zich niet kunnen verenigen rondom een Gileffe, die dus het recht heeft om Gileffe te zijn en voldoet aan de voorwaarden om Gileffe te zijn, als dat niet het geval is, dan zal iedereen zich geroepen voelen. Voor het leiderschap. En dan is er dus geen objectief criterium meer om de een te verkiezen boven de ander. Kijk, als we een galieven hebben, dan is het de galieven. Dat is een positie, daar kom je niet bij in de buurt. Tenzij je tot die lijn, tot, die, tot, die, tot dat nageslacht behoort. Maar als die er niet meer is, iedereen gaat denken, ja, maar waarom kan ik de leider dan niet zijn? Al ben ik een berber, al kom ik, uh, ja, niet, ben ik een uh, oorspronkelijk uh, Euro Europees of Joods of, of wat dan ook. Dus dat ga je krijgen bij de afwezigheid van al ghilefa Dat is zo'n belangrijke politieke entiteit. Zelfs wanneer die heel zwak is. Een khalifa hoeft niet per se heel sterk te zijn om belangrijk te zijn. Zelfs wanneer die heel zwak is, vervult hij een hele belangrijke rol voor de moslimnatie. Namelijk het verenigen van de moslims. En dat hebben we ook gezien met al ghilefa Al-Abbasie in Baghdad. Die is misschien eeuwenlang heel zwak geweest. Maar er is nog nooit een Sunni-staat, een moslimstaat. Van Ahl Sunnah geweest, die die Ghileva heeft opgedoekt of in opstand is gekomen tegen de Khalifa. Terwijl zij veel machtiger waren dan Ghileva al abbasi Waarom? Ze erkennen en ze weten wat het belang is van de Ghileva voor het herstel van de eenheid binnen de Umma. Tayyip, hoe ontstonden die Tawaif? Hoe ontstonden ze? Hoe hebben we daar in een keer die 22 Emiratjes gehad? Nou, ten eerste, er zijn. Je moet je voorstellen, dit gebeurt dus allemaal in die tijd van Fitna. In die tijd dat die Umayyad elkaar bestrijden, dat er een, 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 een strijd gaande is om de macht in Koktob en dergelijke. Wat gebeurt er met plaatselijke leiders? Dus mensen die bijvoorbeeld uh, gouverneur zijn, of die al gouverneur waren onder de Ghalifa of onder uh, Hadjib al mansur of wie dan ook. Wat doen zij? Zij denken, hé, hey, Fitna. Ellende, weet je wat? Ik roep de onafhankelijkheid uit. Ik ben hier uh, gouverneur over twee, drie steden. Ik maak hier een staat van en ik ben de koning. Ik roep onafhankelijkheid uit. Dus dat is een van de redenen. Uh, tweede manier is dat gewoon hooggeplaatste functionarissen... mensen die gewoon hoge posities hadden in het land... die machtgrepen deden. Die gewoon naar een of ander gebied gingen en dus dachten... nou, dit lijkt me wel een mooi gebied. Hop. Ik heb een, uh, een aantal ruiters die mij uh, loyaal zijn. Laat ik hier de macht gaan grijpen. Of een belangrijke familie... Die ergens zijn invloed gebruikt om een aantal steden onder hun gezag te krijgen. Of, ja, ik heb hier gezet, Bergbuse afsplitsing. Dat heeft dus te maken met uh, die periode dat die Berbers ook even de leiders waren in Kortdoba. Even de, 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 de Gileven op zich hadden genomen. Toen dat uit elkaar brak, had je dus dat er een aantal gebieden, uh, al in handen waren van die berbers en die dachten van, nou laten we hier dan een afgebakend koninkrijkje van maken. Nou, en op deze manier, en ik sluit niet uit dat er ook andere manieren zijn geweest, is uiteindelijk die versplintering ontstaan en zijn die staartjes, uh, ja, die, 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 staatjes, die, die, die uh, tawa'if ook, uh, ontstaan. Tee, laten we een blik, werpen op, een blik werpen op de kaart van el-endelus, op dit moment, ten tijde dus van de koningen van verdeeldheid, om te gaan kijken van, uh, hoe, hoe zag het er precies uit? Ik heb gezegd 22 Emiraatjes, Maar zeven daarvan waren de belangrijkste. De rest ontstond een aantal jaar en dan werd het weer veroverd of opgeslokt door een groter staatje. Dus die grenzen veranderden continu. Maar er zijn er zeven die in principe uh, stabiel en, 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 en ja, gedurende die hele periode van Muluk Tawaf aanwezig zijn geweest. Ten eerste Ishbilië. Shbilia is Sefilia, het gebied van Sefilia en het gebied eromheen, werd geregeerd door Benu Abad. gaat nog terugkomen in de uh, uh, komende uh, colleges. Um, Garnata, Granada werd geregeerd door Beni Ziri, dat waren uh, Berbers. Overigens, Benu Abad, dat waren Arabieren. Beni Ziri, dat waren Berbers. Kortoba uh, werd geregeerd door Beni Jahwar. Beni Jahwa dat waren degenen die het initiatief hadden genomen tot die raad van Shura. Nou, toen dat mislukte dachten ze, oké, okay, dan gaan wij in ieder geval ons gezag uitspreiden over Kortoba. Tolaitilla, Benu Dinnun, dat waren Berbers. Valencia, dat waren Benu Amir, de volgelingen van Mohammed ibn Abi Amir, eventueel zijn kinderen, kleinkinderen en wat daarvan overgebleven is. Die hebben het gebied ten westen van het Scheer-eiland, dus waar Valencia ligt, voor rekening genomen. Saragosta, dat ligt in het noordwesten van het Andalus, onder gezag van Benu Hud. En in Westendelus ontstond een geheel nieuw koninkrijkje met een geheel nieuwe naam, Batlayos. En dat stond onder gezag van Benul Aftas. Nou, we gaan niet in op elk afzonderlijk emiraatje om te kijken van uh, wie waren de leiders, wat is er gebeurd en dergelijke. Maar we gaan gewoon even globaal kijken naar een aantal gebeurtenissen die aantonen. Want wat willen we aantonen? Wat voor een ramp deze periode eigenlijk is geweest. Bijvoorbeeld in Zaragoza. Hier heb je een kaart van hoe het er ongeveer uitzag rond 1030. Je ziet hier Saracosta in het noordwesten, Tolaitila, Toledo in het midden, een redelijk grote uh, staat. Uh, Batlayos in het westen, wat nu eigenlijk Portugal is. Ashbilia daaronder, uh, dat is uiteindelijk nog veel groter geworden omdat hij al die kleinere emiraties heeft opgeslokt. Uh, Cortoba, daaronder Toledo. Uh, 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 Renata. Almeria is nog een, uh, uh, een klein uh, emiraatje geweest. En Danië. En zoals ik al zei, die grenzen veranderden voortdurend. Want die Umara gingen niet zomaar uh, in hun paleisje zitten niksen. Zij gingen oorlog voeren. Helaas niet tegen de kruisvaders in het noorden, maar wel tegen hun broeders daar om hun grenzen iets wat uit te breiden. Twee. Okay. Um. In Saracosta, bijvoorbeeld, we gaan een aantal voorbeelden aanhalen waaruit blijkt, zoals ik net al zei, wat voor een ramp eigenlijk deze periode is geweest. In Saracosta was dus uh, een familie aan de macht genaamd ben Uhud. En toen een van haar leiders, Suleiman ibn Hud, kwam te overlijden, vlak voordat hij overleed, wat deed hij? Hij verdeelde zijn land onder zijn zoon. Dus we hebben het hier echt over mega blunders. Hè. Als er. Een soort Nobelprijs voor de grootste blunders zou bestaan, dan zouden al die omaral, al die Nobelprijzen in de wacht hebben gesleept. Blunder, dat doe je niet. Je stelt niet vijf zonen aan als opvolger. En kijk hoe groot Zaragosta is. En hij deelt dat land op in vijf gedeeltes, zodat hij elke zoon een klein gedeelte kan geven. Is, is een blunder van je wilste, En uh, het resultaat daarvan gaat ook zichtbaar worden. Van wat, wat gebeurt er? Uh, de stad <coughs> werd geregeerd door een van de broers. Uh, Barbaster was dat. Niet te zien hier op deze kaart, maar in dat gebied viel een stad die heette Barbaster. En Barbaster werd aangevallen door de kruisvaarders. En zij hebben daar op gruwelijke wijze huis gehouden. Zo'n 100.000 moslims zijn daar afgemaakt. Maandenlang zijn ze belegerd, uitgehongerd. Totdat, er zijn verhalen bekend van moeders... Die hun sieraden verkochten aan die kruisvaders, zodat ze één slok water zouden krijgen voor hun kinderen. Zo erg was de wanhoop erin geslagen. El wat daar gebeurde, ja, is, is, is heel pijnlijk, bijvoorbeeld wat er overgeleverd wordt in de boeken: de eer van ongetrouwde meisjes werd geschonden in het bijzijn van hun vader. En de eer van getrouwde vrouwen werd geschonden in het bijzijn van hun echtgenoten. En er werd een selectie gemaakt van een aantal duizend van de mooiste meisjes. Zowel maagden als getrouwde vrouwen, die werden cadeau gedaan aan de keizer van Constantinopel, van, van, uh, van het Byzantijnse Rijk, moslimvrouw, die gewoon verscheept worden alsof het vee zijn, en dan cadeau gedaan worden aan wie? Aan de koning van uh, Byzantium. En het ergste van alles is, en daarom, dit is de ramp van Muluk Tawaf. het ergste van alles is, is dat die andere broer het gewoon liet gebeuren. Met welke reden? Ja, maar dat is een stad die hoort niet bij mijn koninkrijk. Dus dat is zijn pakje aan. Net zoals we zien het vandaag eigenlijk ook. Oh, ik bedoel, de koning van Jordanië of de mensen van Jordanië die denken: Nou, als er in Palestina een, een, weer een of andere stad wordt opgeslokt door de zionisten en daar weer hun nederzettingen gaan bouwen, dan is dat een zaak van Palestina. Moeten ze zelf maar uitzoeken. En zo denkt de moslimwereld eigenlijk in het algemeen. Nou, dat is wat we daar ook uh, uh, zagen. Dit is wat verdeeldheid doet onder moslims. Toledo, kijk er maar even naar. Was ook een hele belangrijke frontstad. Zoals je ziet, de grens met de christelijke koninkrijken, die begint daar bij Toledo. Goed beschermd. Het is een stad, die is goed beschermd. Met grote bergen, dus het heeft een natuurlijke bescherming. Niet alleen stadsmuren en forten, maar omringd ook door bergen. Dus je kan de stad eigenlijk niet zomaar innemen. Het was de voormalige hoofdstad van de visigoten. Dus toen de moslims kwamen, de visigoten die daar uh, het woord zeg hadden, Toledo was hun hoofdstad. Van vitaal belang voor hun En Een soort eerste verdedigingslinie uh, om de aanvallen van de kruisvaders, als het ware, op te vangen. En Toledo laat ook heel goed zien wat de ramp van de Moloeke Tawaïf heeft voortgebracht. Want, zoals je ziet, grenst het bijna aan alle andere koninkrijken. Nou, je kan wel raden wat er gebeurt, natuurlijk. Ze raken verwikkeld in constante grensoorlogen met al die emiraten. Dus wat doet dat met Toledo, met de frontstad, die dus de eerste klappen zou moeten opvangen van de christenen? Het verzwakt, zowel militair als economisch en dergelijke. Wie verzwakt hen? De moslims. Wie profiteert daarvan? De christenen. En uh, die christenen, die waren niet meer wat ze altijd zijn geweest. Die vijanden in het noorden, die hadden zich inmiddels verenigd. En ze hadden zich verenigd ten opzichte van een moslimland dat verdeeld was. En dit leidde ertoe dat de machtsbalans in el-Endelus voor het eerst, sinds de aanwezigheid van de moslims, in het voordeel van de christenen was. Voor het eerst, sinds de opening, waren de kruisvaders sterker dan de moslims. En dit is het begin van het eind van el-Endelus. Namelijk hiermee begon wat we noemen de reconquista. Oftewel, harbel istirdad. Oftewel... De heroveringsoorlog. Dat is hier begonnen. Dat zaadje is hier gelegd. En met Alfonso VI, dat was uh, rond 1070, 1080 de koning van Castilië. Van met hem begon die reconquista een religieus karakter te, te krijgen. Een, een heel sterk religieus karakter. Met de zegen van de paus, met de zegen van de kerk, met de inmenging van de geestelijke elite. Het was nu een jihad voor ze. Het was een religieuze plicht. Het was een heilige oorlog. En die reconquista begon door de moslimstaatjes uit te putten. Uitputten, zowel financieel, financieel als militair. Militair door ze continu aan te vallen en ervoor te zorgen dat zij verzwakt raken. En financieel door ze te onderwerpen aan el jizya aan belasting. Uh, dus het begin van die reconquista was militair. En economische verzwakking van de moslims. En de omara, om hun positie te behouden, betaalden allemaal braaf hun jaarlijkse schatplicht uh, uh, met geld dat ze afhandig maakten van hun bevolking. Middels belastingen en dergelijke betaalden zij braaf aan Alfonso en alle anderen. En natuurlijk hadden zij ook hun massale argumenten. Huh? Denk niet dat het uh, uh, soort tyrannen waren die uh, uh, niet, uh, zeg maar. Uh, ja, niet gevoelig waren voor, de, voor het sentiment onder de bevolking. Natuurlijk hadden zij hun geleerden en hadden zij hun vertouwen... en hadden zij hun mediakanalen, namelijk de dichters... die hen ophemelden en zeiden dat het zulke wijze mensen waren... door een alliantie aan te gaan met Alfonso. Want anders had hij uh, een ramp binnengehaald... dan was het nu bloedvergieten geweest en degelijk. Die vertouwen die we vandaag zien... die, on, die de, de, de regeringsleiders vandaag krijgen... om hun misdaden en allianties met de kofar... Te rechtvaardigen, die had je toen natuurlijk ook. Uh, Tayyib, waren er dan helemaal geen voorbeelden van mannelijkheid in die uh, uh, moelukke tawa'if? Jawel. Batlayos. Al-Mutawakkil ibn al-Aftas. Dat was de koning van Batlayos. Hij had een iets andere opstelling ten aanzien van Alfonso. Hij weigerde bijvoorbeeld te betalen. En hij schond daarmee het internationale recht dat Alfonso hanteerde. Want bijvoorbeeld vergelijkbaar met Irak en Noord-Korea vandaag, als je niet schatplichtig bent aan de IMF, als je niet je geld weggeeft aan het IMF en al die internationale organisaties, dan ben je een vijand, ben je een terroristische staat, dan krijg je te maken met de bommenwerpers van Amerika en dergelijke. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Eigenlijk was die Muthawek-Kilip een aftas van Batlayos een soort Noord-Korea van Andalus. Hij wilde helemaal niet betalen. Hij, hij ontrok zich aan die internationaal geldende regels. Dus hij krijgt een brief van Alfonso en die zegt: betaal. Zoals iedereen doet. Waarom ben jij de enige die niet betaalt? En hij stuurt hem een brief terug, een hele mooie brief. Ik heb geen tijd om hem helemaal voor te lezen. Hij zegt: je krijgt niks en je hebt geluk dat we verdeeld zijn. Je hebt geluk dat wij verdeeld zijn, anders was jij degene die betaalde. Net zoals jouw opa's betaalden. En oh ja, zegt hij: vergeet niet dat jouw opa zijn dochter cadeau heeft gedaan aan al-Hajib al mansur hij herinnert zich nog even aan zijn opa, die zijn dochter gewoon gedouwd had gedaan aan al-Hajib al-Mansur, om zijn vriendschap, als het ware, uh, uh, te winnen. Dus hij stuurt hem eigenlijk best wel een vernederende brief, wat in deze periode toch een vorm van al is. Tayyib, na jaren van militaire en economische verzwakking, konden de gebieden natuurlijk makkelijk ingenomen worden, beginnende bij de gebieden in het noorden. Uh, en de meest pijnlijke van deze gevallen gebieden is Toletila. Het heroveren van Toletila door Alfonso betekende niet alleen een grote strategische stad heroveren, maar het was ook de voormalige hoofdstad van de, van, de, van de visigoten, van de christenen. Dus het was een stad met een grote symbolische waarde voor de christenen. En gekeken naar de ligging van Toletila, het lag natuurlijk in het midden van El Endelus. Dat wil zeggen, als deze stad valt, dan kunnen alle andere steden ook vallen. Als deze stad komt te vallen, ja, dan is het territorium van de vijand dusdanig vergroot dat elk emiraatje moet vrezen voor zijn uh, uh, voortbestaan. En dan heb ik het nog niet eens over de bescherming van deze stad: hè? dat het niet zomaar een stad is om in te nemen. En Mohim, de heerster van Toledo, dat was, uh, hoe heette die, uh, die vent ook weer? al-Ma'mun ibn Din Noen. En hij maakte wederom weer zo'n ongelooflijke blunder. Wat doet hij? Hij verleent asiel aan Alfonso zelf. Je moet het zo zien: Alfonso was eerst even nog in een interne burgeroorlog verwikkeld. Hij moest vluchten. Waar gaat hij heen? Naar Toledo. En die die nu geeft hem asiel. En niet dat hij hem asiel geeft. En vervolgens huisarrest. Zodat hij in zijn huis of paleis of uh, gevangenis, wat mij betreft, blijft. Hij neemt hem overal mee. Hij geeft hem een tour door Toledo. Hij neemt hem mee als hij zijn legerposten gaat inspecteren. En die Alfonso kijkt en slaat op en maakt analyses en degelijk. En weet precies de zwakke kanten en de sterke kanten van Toledo en degelijk. Thé. En wat gebeurt er? Een aantal jaar later komt Alfonso terug. Niet meer als gast dit keer, maar met een leger om de stad te veroveren. En iedereen kent iedereen van die omarra. In de omgeving, Batlayos, Ashbilia, uh, Kortoba, iedereen kent het belang van Toledo. Als Toledo valt, dan is het afgelopen met de Endelus. Iedereen kent dat belang, maar niemand die zijn vinger uitsteekt. Sterker nog, terwijl Alfonso Toletila uh, belegerd, terwijl dat gaande is, betalen de rest gewoon nog steeds netjes hun jizya aan hem. Sterker nog, Alfonso maakt, terwijl hij daar aan het belegeren is maakt hij afspraken met de heerser van Sefilia, dat is Al-Mu'tamid, Ibn Abbad. Hij maakt afspraken met hem en zegt, luister, als jij mij het noorden van Toledo laat veroveren, dan laat ik jou het zuiden van Toledo veroveren. Dus ik eh, ga door de vingers zien dat jij dan in het zuiden gaat huishouden. Wat krijg ik daarvoor terug? Wees stil en laat mij in het noorden. Dit zijn de deals die op dat moment gewoon gemaakt werden met met de vijand. En na jaren van belegering en uithongering... Het was ook echt een verschrikkelijke belegering van toleda, uh, tole, uh, Toletila. Na jaren van uithongering valt Toletila op een gegeven moment de frontstad van El Endelus, De ijzeren deur die de kruisvaders buiten uh, El Endelus hield. Ze viel nadat ze door iedereen in de steek was gelaten. Sterker nog, sommigen staken haar dus met een mes in de rug zoals ik net heb gezegd. En de moslimwereld, wanneer Toledo valt, is geschokt. Geschokt. Um, voor het eerst in het voortbestaan van de moslims, of voor het eerst eigenlijk, is het voortbestaan van de moslims in serieus gevaar. Nu gaan de moslims echt denken dat het einde van islam op het Schiereiland echt nabij is. Wanneer denken ze dat? Als Toledo valt. En de dichters. فالاخرين الذين هذه المعاني يا اهل شدوا رواحلكم فما المقام بها الا من الغلط. الثوب ينسل من اطرافه وارى ثوب الجزيره منسولا من الوسط. Deze dichter, het is alsof hij alle beetje hoop wat er in je hart is, wegvaagt. Weg, weg, weg hij zegt: pak je spullen en ga weg. Waarom zegt hij dat? Er is namelijk echt iets concreets aan de hand. Hij zegt: hoe kan het zijn dat we een stad verliezen die in het midden van een Endelus ligt? Hoe kan het zijn? Als een kleed scheurt, zegt hij: scheurt het aan de zijkant. Maar kijk eens naar het kleed van het schiereiland, het is gescheukt in het midden. En dat wil zeggen, het is een kwestie van tijd voordat de rest van al die emiratjes ook hun biezen moeten pakken. Dus hij zegt het al in zijn gedichtje, wegwees. En na de val van uh, Toledo was het dus echt oppassen op geblazen. Alle emiratjes liepen gevaar zoals ik net zei. En het duurde ook niet lang voordat Alfonso verder ging naar het volgende emiratje, namelijk Ashbilia, Sevilla. En hij stuurde een gezant om daar zijn jizya op te halen, wat hij dus gewend was om jaarlijks te doen. En nogmaals de leider van Ashbilia, al-Mu'tamid al-Allah ibn Abad, hij uh, zit daar in zijn kantoor of op zijn troon en er komt, deze man komt binnen om de jizya te innen. Maar het was de uh, gewoonte van Alfonso om niet alleen die koningen te onderwerpen aan zijn gezag, maar om hen ook te vernederen. Dat deed hij altijd. En als hij de mogelijkheid had om dat te doen, dan deed hij dat. Dus hier wil hij het weer gaan doen. Wat gebeurt er? Die gezant, die boodschapper, die Al-Jizya komt halen. Hij zegt tegen Al-Mu'temir, tegen, tegen de koning van Ashbilië: Hij zegt tegen hem: Alfonso, die wil graag dat jij de moskee in Koktuba, Koktuba was toen de tijd onderdeel van Ashbilië, hij wil dat jij de moskee van Koktuba ter beschikking stelt zodat de vrouw van Alfonso daar kan gaan bevallen. Ze was zwanger, ze zou bijna gaan bevallen. Hij zegt: Ik wil haar laten bevallen in de moskee van Kortom. En Al-Mu'tamid stond op en hij was boos. En iets van de overblijfselen van trots en eer en dergelijke in zijn hart begon te bewegen. En hij pakte die gezant op, hij hakte zijn hoofd eraf en hij kruisigde hem op een openbare plein in Kortom. En Alfonso werd natuurlijk razend. Hij mobiliseerde direct een leger. Hij ging richting Ishbilië en hij belegerde haar. Dus een tweede grote stad staat op instort. Toledo is niet zo heel lang geleden gevallen. Nu staat Alfonso al waar bij uh, Ishbilië. En in Ishbilië luidde zij de noodklok. Wat moeten we doen? En zoals ik net zei, Alfonso houdt ervan om de Oemara te vernederen. Dus wat doet hij? Hij stuurt een brief, terwijl hij daar dus Ashbilia uh, belegert, stuurt hij een brief naar de Mu'tamid. En hij zegt tegen hem, luister, ik heb hier last van vliegen. Met andere woorden, jij stelt niks voor en ik ben ook niet bang voor jou en jouw leger stelt ook niks voor. Waar ik last van heb, wat mij echt dwars zit, dat zijn de vliegen die hier om me heen vliegen. Dus, of je mij een waaiertje kunt sturen, zodat ik die vliegen van mezelf af kan, kan uh, waaien. Maar wat Alfonso niet weet is dat er in het paleis van El Mu'temid inmiddels een zeer belangrijke beslissing is genomen. Een beslissing die de koers van El andalus gaat veranderen. Die de droom van Alfonso, namelijk El Ishtirdad, Reconquista, terugveroveren. Een beslissing die de droom van Alfonso zou uitstellen met 400 jaar. Een beslissing die een van de weinige Hassanet is. Die de Mu'tamid ibn Abbad op zijn konto heeft. En Mu'tamid pakte de brief en hij draait hem om. En hij schrijft op die brief, en dat is in principe al een vernedering, want normaal pak je een nieuw stuk uh, perkament om je brief op te schrijven. Hij draait gewoon de brief om, schrijft daarop zijn antwoord. En wat dat antwoord precies is, en wat dat antwoord heeft gedaan met Alfonso, dat horen jullie natuurlijk inshallah ta'ala de volgende keer. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين